Van den Berg. Reinders. Goeie combinatie. Zo gaat het voor MVV hier iets te snel. Adzic kiest positie. Krijgt de bal nu ook. Hakje richting Tadic. En daar is de eerste mogelijkheid voor PEC Zwolle. Als de twee Servische aanvallers van PEC wel weten wat ze van elkaar willen. Adzic en Tadic. Want dit hakje past precies. Redding noodzakelijk van Matisse. Laxier. Reemans. En dan wordt het een hoekschop. Als laatste geraakt door Labie. Hoekschop wordt genomen door Adzic. Die zoekt het achterin. En van dichtbij wordt er binnengetikt en dus gescoord door Simon Voet. En zo staat het 1-0 voor PEC Zwolle binnen het kwartier. Kopte de bal een paar minuten geleden ruim naast. Nu tikt hij hem van dichtbij binnen naar de kopbal van Nakayama. Ontsnapt daar aan de bewaking. En dan is het makkelijk scoren voor Simon Voet. Zijn eerste doelpunt in dienst van PEC Zwolle. Voor die 21-jarige Belg. Simon Voet. Van den Belt. De Wit. Nakayama. Dat is ingeschakeld als middenvelder Nakayama. Het schot komt er niet doorheen van Luka Adzic. Maar levert het wel weer een hoekschop op voor PEC Zwolle. Tadic richting eerste paal. Daar gaat de bal overheen. Nakayama was bliksem afleiden. Maar er wordt weer raak gekopt. Raf van den Berg scoort. Zo gaat het erg makkelijk voor PEC Zwolle in de eerste 20 minuten en staat het nu al 2-0. De aandacht gaat vooral uit naar Voet en naar Nakayama en naar Adzic. Van den Berg wint het kopduel vrij makkelijk van Zegers en verdubbelt de voorsprong. Ook Van den Berg maakt zijn eerste doelpunt in dienst van PEC Zwolle, 17 jaar. En zo moeizaam als PEC Zwolle zijn doelpunten in de competitie maakt, zo makkelijk gaat het vanavond. Hier is de volgende. Nou ja, bijna. De inzet van Adzic. Gepakt door Matisse. Adzic. Weer heel veel ruimte hier. Het gaat veel te snel voor MVV. Laxier. Krijgt hij hem nog bij Reinders of doet hij het zelf? Laxier. Goeie actie. Dat is een schot gepakt door Matisse. Het is aan de keeper van MVV te danken dat het niet nog erger wordt voor de Limburgers. En hier een kans voor Laxier. Maar die schiet hem uiteindelijk recht op Matisse af. Want MVV maakt toch een iets wat uitgebluste indruk vanavond. Alsof de verwarming in de bus te hoog stond. Zo voetballen ze een beetje. Saimak. Babay. Tadic vraagt om een voorzet. Van den Belt. Adzic gaat er zo makkelijk langs. Gaat het zelf doen, Adzic. Het is 3-0. Het doelpunt waar hij al een tijdje naar op zoek is, heeft hij te pakken. En nu is het verschil wel gemaakt door PEC Zwolle in deze bekerwedstrijd. Hele goede actie, Luka Adzic. Zegers het bos in. En dan hard, heel hard raak geschoten. Door Luka Adzic, die nog niet scoorde in dit seizoen voor PEC Zwolle. Maar dat vanavond wel doet. Het is 3-0. En hier raak. Daar is de vierde. Ook hij heeft zijn goal. Slobodan Tadic. Het is niet eens geflatteerd. Want PEC Zwolle is vanavond zoveel sterker dan MVV. Goede actie van Laxier. Aannemen, dan is hij weg. Laat hij het Zepar achter zich. En staat Tadic op de juiste plek. 4-0. Slordig, Babay. En dan ligt het open. Geen buitenspel, want vanaf de eigen helft gestart. Reemans kan een doelpunt gaan maken, maar doet dat niet.
passeert uiteindelijk wel Lamproe. Daar komt hij tenslotte voorbij. Maar dan is Van Polen er nog. Het wordt dus niet afgemaakt door Reemans. Wel langs Lamproe, niet langs Van Polen. Zit de 90ste minuut erop. En fluit de scheidsrechter af. Want het verschil is duidelijk gemaakt door de hekkensluiter in de Eredivisie. PEC Zwolle wint met 4-0 van MVV. En PEC door MVV ligt eruit.